Sociale zekerheid, daar wilden we het ook over hebben. U had daarover heel graag gedebatteerd met Bart Wever. Maar die wil niet. U moet het met Danny Pieters doen. Ik ben uw tweede keuze, versta ik dan. Het spijt me ten zeerste. U hebt al een tijdje geweigerd van met mij in debat te gaan. Dat weet ik wel. Maar laten we in de ronde over de sociale zekerheid. Vraag is waarom Bart de Wever ik heb met Bart de Wever een tweegesprek gehad voor Humo dat nog moet gepubliceerd worden. En ik heb daar 8 keer dezelfde vraag gesteld. Een eenvoudige vraag. En geen antwoord gekregen. En ik denk dat er geen antwoord is, omdat er geen antwoord kan gegeven worden. Dat werkt door meneer De Wever. En laat mij het punt maken. Ik zou graag hebben dat Danny Pieters daar dan op antwoordt. Oké, gaat over sociale zekerheid. Ja, men zegt, we gaan het arbeidsrecht splitsen. De sociale bijstand splitsen. Dus de OCMW, we gaan dat splitsen. We gaan de pensioenen splitsen. De hele sociale zekerheid. En we gaan dat splitsen tussen een Vlaams systeem en een Franstalig systeem. Zo gaan we dat splitsen. We gaan nu eens heel praktisch zijn. Ik ga niet spreken over de Brusselaars. Ik spreek over de Vlamingen en over de Walen. Er zijn meer dan 240.000 Vlamingen die in Brussel hun boterham verdienen. Hoe gaat dat nu gaan in Brussel? Denk nu bijvoorbeeld aan de lonen die daar betaald worden door de bedrijven in Brussel. Of het minimumloon. Of hoeveel uren dat je per week moet werken. 36 uur, 37 uur. Wanneer dat je op brugpensioen gaat. Gaat het zo zijn dat als Piet in Brussel gaat werken, dat voor Piet het 38-urenweek is en brugpensioen op 59 jaar. En als Pierre in Brussel gaat werken in dezelfde fabriek, dat het de 37-urenweek is en brugpensioen op 58 jaar. Hoe moet dat nu gaan? Dus wil men daar nu eens een antwoord op geven? Er is geen antwoord op. Of, ik ga een alternatief, meneer Pieters mag kiezen. Of zal het zo zijn dat de bedrijven kiezen dat als het in de brasserie chez Pierre is, dat dan daar, ja, dat je daar een 40-urenweek hebt. En in Eetcafé De Nemel, daar is het dan de 37-urenweek. Maar neem een bedrijf als Fortis dan. Wel, ik badineer een beetje, maar er zijn meer dan 240.000 Vlamingen die in Brussel een boterham verdienen. En veel Walen. En veel Brusselaars. Onder welk systeem gaat die dan vallen? Als je zegt, er gaat hier een Franstalig arbeidsrecht zijn. En een Franstalig brugpensioensysteem. En dan gaat het Vlaams arbeidsrecht zijn en een Vlaams brugpensioensysteem. Ja. Dus ik zou graag hebben. Daar er moet heel veel hervormd worden, Pieters, maar het moet werken. Moet uitleggen, hè? En dat zou ik eens willen horen. Ik vind het spijtig, die karikatuur die u maakt. Dat is geen karikatuur, dat is een vraag. In de brief van mevrouw Genet staan er zelfs verkeerde voorstellingen van ons programma. Nee, maar antwoord op deze vraag, meneer Pieters. Mag ik even? Ja. Ten eerste, wat gezondheidszorg betreft. Gezinsbijslagen, die alle twee niks te maken hebben met werk. Daarvan zeggen we, laten we dat organiseren op basis van waar je woont. Ja, dat doen we ook voor onderwijs, dat doen we ook voor tal van andere zaken. Maar dat is geen enkel probleem. Dus die takken, dat is al helemaal geen probleem. Wat het werk betreft, want het is duidelijk dat de arbeidsvoorwaarden, de loonsvoorwaarden, die worden bepaald door de plaats waar je werkt. Waar je effectief werkt. Ah. Niet waar dat je werkgever gevestigd is. En wat in Brussel dan? En in Brussel zal dat ook het geval zijn. Maar geen Brussels gewest. Moet u eens proberen wat u hier een kwartier geleden aan het vertellen was. Ja, maar nu moet u dat eens rijmen. Dus u bent hier daarnet aan het zeggen, Brussels gewest, weg. Ik heb gezegd dat ik dat raar vind. Want ja, dat is 30 jaar geschiedenis wegvagen in plaats van het te doen werken, dat Brussels gewest. Maar dus geen Brussels gewest. Maar dus de arbeidsduur, de overuren, brugpensioen, dat is dan in Brussel een aparte regeling. Maar ik vind het ook heel merkwaardig dat u daar zo moeilijkheden mee hebt, dat wanneer we bij collectieve onderhandelingen voor een sector dingen kunnen afspreken, die niet in de andere sectoren gelden. Daar hebt u geen problemen mee. Maar nee, meneer Pieters, mag ik echt een concreet voorbeeld? Ik werk in Fortis, in Brussel. Onder welk stelsel val ik dan? Voor onder de gezondheidszorg, voor uw gezinsbijstand. Nee, werk. Arbeidsduur, minimumlonen voor arbeidsduur en lonen zal u uiteraard vol onder het toepassingsgebied van de plaats waar u werkt. Brussel. Voor uw pensioen. Maar voor in Brussel? Ceci est extraordinaire. Parce qu'au fond, quand vous écoutez monsieur Pieters, son système n'est viable que s'il y a trois États, Bruxelles, la Wallonie et la Flandre. Si Bruxelles en lui-même a toutes ses compétences pleines et entières. Alors le système est, que je n'accepte pas, mais il est viable. Mais avec ce qu'il veut faire, le mélange, c'est inorganisable. C'est donc,
encore une fois, des théories, c'est gentil. Pour, ça plaît peut-être, mais ça ne conduit pas dans une impasse. Ja, lost u de vraag eens op, want inderdaad, als het samenhangt met de plaats waar u woont, dan is het duidelijk. Maar als wat ik in Brussel werk... loonsvoorwaarden betreft, die kunnen verschillen per sector, die zullen ook verschillen naar gelang men in Vlaanderen werkt of in Brussel of in Wallonië. Wat betreft de pensioenen, we spreken eerst, over... maar ik werk voor Fortis in een kantoor in Brussel. Ja. Onder welk stelsel val ik dan? Onder welk stelsel van wat? Van arbeidsduur, minimumloon, van wat er in Brussel zal gelden. Nou, Brussel, het dan net al. Maar nee, geen staat. Maar wat zal er dan? Wat zal er in Brussel gelden? Stel, meneer Pieters, in uw Vlaamse stelsel moeten we bijvoorbeeld 38 uur werken.